In de afgelopen dagen draaide alles volgens mij om twee woorden. Alle discussies rond Syrië over het woord mandaat en het woord bewijzen. Ik wil het daar graag zo meteen even met u over hebben. En misschien even wat scenario's doorlopen die kunnen gaan leiden tot een inval in Syrië. Maar eerst even Kerry. Ik neem aan dat u vrijdagavond naar de verklaring heeft gekeken die minister Kerry van Buitenlandse Zaken aflegde. Hoe heeft u daarnaar gekeken? Nou, ik heb ook op die twee woorden gelet. Wat betreft het mandaat. Dat woord heeft hij helemaal niet eens meer genoemd. Want hij heeft eigenlijk, dat vond ik wel schokkend, de VN een beetje op de tweede rang gezet. Zo van, nou ja, wat ook de uitkomst is, het zal allemaal waar wezen. Maar er is maar één die hier mandaat geeft. En dat zijn uiteindelijk de Verenigde Staten zelf. Wat betreft de bewijzen. Eigenlijk toch ook teleurstellend. Hij heeft wel gezegd, we hebben meer dan u denkt. Want hij had het over bandopname, satellietopname, waaruit zou blijken dat 3 dagen van tevoren de voorbereidingen voor die gifaanval al gepleegd zijn. Dat maakt wel nieuwsgierig, maar we hebben natuurlijk niet de bron. Ik zou heel graag wat scenario's of wat mogelijke fundamenten met u doorlopen op basis waarvan de Amerikanen Syrië kunnen aanvallen. Er even vanuitgaande dat ze Syrië zullen gaan aanvallen. Er is veel te doen over mandaat, we zeiden het al even. Heeft u toevallig het advies van de volkenrechtelijk adviseur gelezen aan Timmermans eerder deze week? Ja. Die doet volgens mij redelijk duidelijk uit de doeken wat het probleem is met een mandaat. Dat geweld verboden is tenzij er een VN-mandaat ligt of het eigen land wordt verdedigd. Dat zal allebei niet het geval zijn. Ook schrijft hij dat op basis van humanitaire gronden en veel maanden, als ik het niet goed zeg hoor, ook wel fundament gelegd kan worden waarop zo'n aanval gelegitimeerd is. Maar dan moet het altijd het doel zijn het beschermen van een bevolking. Daar staat dan weer tegenover dat Barack Obama heeft gezegd, we willen alleen maar een korte aanval doen om Assad te straffen eigenlijk. Dat lijkt niet op het beschermen van een bevolking. Op welke grond kan de VS eigenlijk gaan aanvallen? Wat is er nog over? Niet alleen naar grond van zelfverdediging zonder mandaat. Maar welke zelfverdediging? Dat is natuurlijk een geforceerde constructie. Maar je kon zelfs vorige week en de week daarvoor kon je Obama ook al argumenten horen gebruiken van, hier gaat het niet alleen om bescherming burgerbevolking. Hier gaat het niet alleen om de norm, welke dan ook, maar de hogere norm dat je geen chemische wapens mag gebruiken. Hier gaat het ook om de belangen van onze bondgenoten. Het gaat om, heeft Kerry gisteravond zelfs gezegd, de national interest van de United States. Nou ja, dan begin je een verschuiving te zien in de richting van, wacht eens even, het gaat hier ook om zelfverdediging. We kunnen deze ingreep die we gaan doen, wat het ook wordt, kunnen we altijd ook nog een beetje verdedigen met het argument legitieme zelfverdediging. Hij rekt het begrip eigenlijk op. Hij rekt het op. Is er dan nog sprake van politieke steun door andere landen? Is dat nog relevant? Ja, het is politiek relevant. Juist omdat je weet dat dit toch altijd met een sisser afloopt. Of met alleen maar een hoop kabaal. Niet met een sanctie. We kunnen niet tegen de Verenigde Staten zeggen, je bent buiten je boekje gegaan. We slepen je voor het strafhof. Of we gaan nu bij wijze van spreken de kruisraket op Amerika. Is er niemand die de VS tot de orde kan roepen? Nee, want dit is per definitie. De wereld heeft dat soort gezagsinstrumenten niet. Dat soort hoge autoriteiten niet. Dus het is wel degelijk het recht van de sterkste wat uiteindelijk geldt. Vindt u dat de Verenigde Staten tot nu toe, en er even stiekem een klein beetje van uitgaan dat een eventuele aanval snel zal komen, het uiterste aan het doen zijn om een mandaat te verkrijgen? Nee, die indruk heb ik in ieder geval na de reden van Kerry niet gekregen, want daarin heeft hij gezegd, ik hoef niet eens te wachten op het rapport van die wapeninspecteurs. Die wapeninspecteurs zijn het instrument van de VN. Daarmee zet je de VN eigenlijk bijvoorbeeld al een beetje op de reservebank. Als Nederland politieke steun verleent aan een aanval door de Verenigde Staten, wat steunen we dan precies? Ja, dat hangt er vanaf wanneer die aanval dan plaatsvindt. Als die aanval plaatsvindt op heel korte termijn? Als die plaatsvindt voordat de bevindingen van die commissie bekend zijn, dan vind ik die politieke steun niet gerechtvaardigd. Als die bevindingen van zo'n interimrapport zijn, er zijn chemische wapens gebruikt, en we zijn er bijna zeker van dat die ook door Assad zijn gebruikt, dan vind ik dat Timmermans aan de Kamer moet vragen, zullen wij toch maar politieke steun aan deze actie geven? Dan gaat die legitimiteit gelden. Dan gaat die legitimiteitsfase in, ja, zeker.
idealiter zegt de Veiligheidsraad, we zijn overtuigd. Het is allemaal verschrikkelijk wat er gebeurd is. En we weten nu eigenlijk ook nog wie het gedaan heeft. In de iets waarschijnlijkere situatie, als ik zo vrij mag zijn, dat de Veiligheidsraad niet tot zo'n nuance komt, laat staan tot een overeenkomst. Ja. Moet Nederland dan politiek steun verlenen? Ja, en dat kun je zelfs weer in gradaties doen door te zeggen van we zijn het eigenlijk niet mee eens. Maar dan moet Timmermans ook de guts hebben om te zeggen van we vinden het wel legitiem, maar illegaal. Bent u ervan overtuigd dat er A, in Syrië chemische wapens zijn gebruikt en B, dat dat het werk was van de president van Assad? Ja, dan zeg ik hetzelfde als Kerry. Ik heb high confidence. Ik heb sterke vermoeden dat het geval is. Ja. Maar sinds 2003 zeg ik ook, ik wil het zeker weten. Dank.